Hallo dames en heren, jongens en meisjes, ik ben Wouter van Kot Gameplay PZ en ik heb hier weer een nieuwe commentaar voor jullie. Dit is best wel goede gameplay volgens mij. Ja, dit is een Moab gameplay op Hardhead, op Domination. En dit is mijn eerste aflevering van een serie die ik ga beginnen. En hier begint hij trouwens pas met het opnemen van mijn host migration, maar ik heb pas één kill. Dus dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Maar oké. Ik ga even vertellen welke klas ik speel. Ik speel met de FAD. En dit was nog best wel lang geleden, want ik ben nu prestige 15 en hier met deze gameplay was ik prestige 14. Dus dat is best wel lang geleden. Ik speelde met de VAT, met de Red Camo en Silencer en Extended Max. En met de perks, volgens mij Scavenger. Hardline sowieso en Marksman. En dan op Specialist heb ik dan. Want ik haal hem al op. En Assault Mob heb ik nog nooit gehaald. En Support ook nog niet. Ik weet niet eens of dat kan. Volgens mij wel, maar ja. Dan gebruik ik Sleight of Hand. Assassin en Blind Eye. En dit is zoals ik net al zei. Zei ik dat dit de eerste aflevering is van een serie die ik ga beginnen. En ik ga even uitleggen wat die serie inhoudt. Nou, die serie, dat is gewoon een serie hoe ik ga uitleggen hoe je sommige game modes en sommige maps moet spelen op Modern Warfare 3. En ik weet dat Black Ops over een halfjaartje of zo, ik weet niet wanneer. Maar Black Ops, dat Modern Warfare 3 al best wel lang uit is. En dat Black Ops over best wel snel al komt, volgens mij. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer. Ik heb hem wel al gepreorderd en ik krijg zo'n radiografische auto bij. Dat vind ik wel grappig. Niet dat ik er wat mee ga doen, maar boeien. Maar ik zie alsnog zo'n mensen en die spelen dan Modern Warfare 3 en dan lopen ze rond als kip zonder kop. En dan weten ze niet wat ze aan het doen zijn. En dan, ja. En sommige mensen die ook, dan vragen ze van hoe ze moeten spelen. En ja, dan ga ik nu dus in deze serie ga ik dat uitleggen. Om te beginnen moet je gewoon bij alle game modes, behalve bij hardcore. Nou, ook bij hardcore als je UAV hebt, moet je bij alle game modes sowieso geregeld op je radar kijken. Ik kijk eigenlijk soms te veel op mijn radar. Dus dat is ook weer niet goed. Maar gewoon op je radar kijken als er UAV is of gewoon mensen zonder silencer ziet schieten. Dat is gewoon echt heel handig, want dan weet je waar ze vandaan komen. Dus dat moet je sowieso gaan gebruiken. De radar, de minimap. Als tweede moet je ook kijken, want als je teammates gekilled worden, dan komt er zo'n soort doodshoofdje of zo boven hun lichaam hangen. Voor 10 seconden of zo, denk ik. Daar moet je ook op letten, want dan weet je dat daar enemies in de buurt zijn die jou ook kunnen killen. Dus als je dat ziet liggen, dan moet je sowieso, als je niet denkt dat je een gunfight kan winnen, moet je er niet op aflopen. Derde moet je, als je denkt dat je een gunfight niet kan winnen, bijvoorbeeld je hebt een submachine gun, je ziet iemand aan de andere kant van de map, en je schiet op hem, je krijgt hit marks, maar hij gaat niet dood. Dat je het gevoel hebt dat je zelf dood kan gaan, dat je de gunfight dus niet gaat winnen. Dan moet je weglopen. Weglopen is altijd het slimst. Misschien, het is niet pussy of zo om weg te lopen. Het is juist slim. Anders ga je dood. Je kan beter weglopen dan doodgaan. Vooral als je in een streak zit. Bijvoorbeeld, je hoeft nog één kill voor een Osprey gun of zo, weet ik veel wat je aan hebt. En je zit met een NPC voor cross the map. Al is een NPC nog best wel goed wapen voor long range. Maar oké. Dan moet je gewoon weglopen voor die gunfight. Hier wist ik trouwens dat hier iemand onder was. Want ik zag EA6 daarboven hangen. En die hangt altijd boven de persoon van wie die is. Dus dan moet ik wel een persoon doen. Dus weer, dan moet je gewoon op je radar kijken. Want daar zag ik het dus op. Een andere tip is, je moet met Domination moet je altijd zorgen. Je moet een soort van... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar je moet zorgen dat je weet waar de andere team kunnen spawnen. De spawns moet je uit je hoofd kennen. En dat hoef je niet, je hoeft niet te gaan leren of zo. Maar het gaat gewoon automatisch. Ik bedoel, ik heb best wel lang gespeeld. En dan weet je automatisch de spawns wel. En die zijn heel slecht in Modern Warfare 3. En ze doen er ook niet echt veel aan, heb ik het idee.
Maar ja. Dus je moet de spawns kennen. En je moet ook een soort van map control hebben. Dat je de spawns kan beïnvloeden. Want nu, als ik hier wegliep, waar ik nu ben, dan wist ik zeker dat ze daar ongeveer ook zouden kunnen spawnen. Want ik zat net gewoon midden in een spawn. Want ze hadden C en ik zat in de buurt van C. En als jij A en B hebt, je teammates zijn bij A en B, dan is het zeker dat ze bij C spannen. Anders kan het niet. Dus, en als je, je moet ook niet te ver doordrukken in de spawns. Want als je met je hele team naar C gaat, als zij C hebben, dan spannen ze sowieso bij A of bij B. En dan ben je of vlag A of vlag B kwijt. En dan is je spawntrap vernoot. Ik kan straks nog wel een paar clips laten zien van spawntraps in Underground. Als zij A hebben, dan kan je ze zien spawnen. Zo slecht zijn de spawns. Laat ik zo wel wat zien. Een andere tip is ik weet niet hoe je dat noemt. Volgens mij heet dat de killfeed of zo. Links onderin zie je wie killt met welk wapen. Behalve als ze een headshot maken. En dat zie je nu bijvoorbeeld als je zo'n hoofdje ziet met zo'n sniper ding of zo. Dan hebben ze een headshot. En dat is heel handig, want als je voor je neus bijvoorbeeld Pietje ziet en in de killfeed staat dat Pietje is gekild door iemand met een MP7. Hier heb ik trouwens mijn mouw op. En je ziet in de killfeed dat Jantje, en er staat zo'n MP7 en er staat een Pietje, dan weet je dat Pietje is gekild door een MP7. En als jij dan met een sniper bent, dan is het zeer slim om er niet heen te lopen. Want een MP7 die redt het wel wat makkelijker tegen een sniper. En als jij nou met een MP7 zit, of met een PM9 of zo, weet ik veel. En je ziet dat Pietje is gekild door een sniper. Dan kan het natuurlijk zijn dat hij heel ver weg is en een gehardscoped heeft. Maar als hij dichtbij is, dat kan je eigenlijk, met een sniper kan je dat zien op de radar. Dan kan je er wel naartoe lopen, want een MP7 dat red je wel makkelijker tegen een sniper. Dus dat zijn de tips die ik een beetje kan geven over domination. Je moet gewoon map control hebben. En je kan nu wel denken van, oh, met Wouters tips kan ik sowieso winnen. Maar als je gewoon niet goed bent in Call of Duty, als je gewoon geen wapen, als je niet met een wapen om kan gaan, dan kan je het sowieso vergeten. Als jij de hele tijd even een voorbeeld noemen. Ja, nou kijk, als je niet kan quickscopen en gaat met een MSR rondlopen, dan kan je wel vergeten dat je een gunfight kan winnen. Want als je niet kan quickscopen, gaat dat moeilijk. Dus ik zie ook soms van die commentators, als je nu heel goed bent en je kan een dubbel mo-op hebben. En dan zijn van die commentators die bewaren hun eerste mo-op. En die gaan dan, als ze twee mo-ups hebben, zetten ze tegelijk in. Maar dat vind ik dom, want als je eerste mo-op inzet, dan heb je voor de rest van de game EMP of dubbel XP. En dan heb je dubbel XP tot je tweede mo-op langs. En veel mensen, ik zit ook, sommige commentators die zeggen dan van, ja, EMP dit dat voor de rest van de game. Maar je hebt volgens mij maar 60 seconden EMP. En je hebt helemaal geen eens een adventure of vies, zoals sommigen zeggen. Dus dat wilde ik even zeggen. Nou, dit was dus mijn commentaar. Ik hoop dat je wat aan hebt. En volgende week gaan we een Demolition game mode gaan we bespreken. Hoe je die moet spelen. En dan kijken we nog wel welke map dat is. Misschien als jullie een map leuk vinden. Of misschien als jullie een andere game mode leuk vinden. Dan kunnen jullie dat gewoon vragen. Dan kan ik dat doen. Dus. En dit was dus mijn commentaar. Doe een duimpje omhoog. Abonneer en doe dat soort dingen die ik allemaal leuk vind en zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, laat maar. Later.